Welkom bij Do-It-Zelf Ideeën. Vandaag hebben we weer een Pop & Cookins video voor jullie. Wat voor set is het dit keer? Wel, hierin zit van dat schuim. Dat hebben we al een paar keer bij andere sets gezien. Dus dat schuim, dat borrelt dan in je mond. En er zitten ook van die kristallen bij die ook bruisen. En de smaak, dat zou dan die van druiven moeten zijn, als ik op de afbeelding kan afgaan. Op de verpakking staat zo'n grappige smiley, die het dan allemaal vasthoudt. Ik vermoed dat die er niet in gaat zitten. In het schuim zie je ook een patroon, zie je andere kleuren. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat werken. Aan de achterkant heb je dan de handleiding. De Japanse letters, ja, die kan ik niet lezen, maar er zijn gelukkig ook heel erg veel afbeeldingen. Hier heb je de verschillende vormpjes hierin zitten. Daarin moet ik dan mixen, denk ik. En daar komen dan de knisperparels in. Het is eigenlijk ook wel leuk, dan kan je een beetje fantasie gebruiken om alles tot een goed einde te brengen. Ik ben benieuwd of het vandaag gaat lukken. Hier heb je een paar zakjes. Het zijn er 3 in totaal. Nummer 1 is best groot en er zit ook heel wat in. Nummer 2 is een beetje kleiner. Ik denk dat 1 misschien de basiskleur is en dat 2 dan die andere tint is die je kon zien op de verpakking. Eerst moet er water in het vormpje, dan zakje 1, dan zakje 2 en zakje 3, dat zijn dan die knisperende parels. Dus eerst moet ik dit vormpje afknippen, dat is het maatbekertje voor het water. En dan vul ik de grotere vorm met een aantal eenheden van dat water. Ik probeer mijn vormpje zo vol mogelijk te krijgen. Volgens de verpakking was het maar 1 eenheid water. Dan nemen we zakje 2. Ik ben heel benieuwd of we dat effect krijgen zoals op de verpakking stond. Met de verschillende tinten in het schuim. En ja hoor. De kleur verandert alleszins. Hoewel, ik denk dat het eigenlijk één grote roze of lichtpaarse massa wordt. Ja, want nu is het eigenlijk weer uniform van kleur. Het is best vast. Het lijkt een beetje op een klad kauwgom. Het doet me echt denken aan van die kauwgom waar je bellen mee kan blazen. Dan is het tijd voor zakje 3. Hele mooie kristallen zijn het. Ik zal het jullie even laten zien van dichtbij. Je ziet er echte kristallen in. Ik ga er eentje proberen. Eens kijken of het knispert in mijn mond. Dat er echt suiker in zit. Hoe smaakt het nu eigenlijk? Wel, we hebben het achteraf een keertje uitgeprobeerd en het lukte niet om die kristallen echt aan het knisperen te krijgen. Als je erop beet, dan kreeg je wel een heel erg licht knisperend effect, maar dat was niet om over naar huis te schrijven. En het schuim, dat bruist wel in je mond en het smaakt ook heel erg zoet, maar naar druiven smaakt het toch niet echt. Dat was dan weer een stap te ver. Voor de fantastische smaak moet je het dus zeker niet doen, maar om een keer uit te proberen is het heel erg leuk. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Geef me een thumbs up als het geval was en bekijk ook onze andere video's waarin we Pop & Cookins sets uitproberen. Die vind je op het kanaal. Je kan je abonneren, video's delen met vrienden en hoop ik jullie terug te zien bij een volgende video van Do-It-Zelf Ideeën.